Yo boys, welkom. Het is hier Tom aka Killabortion met vandaag een guide over de Pearless Moons. In deze guide ga ik een beetje uitleggen wat dat de Pearless Moons zijn, wat dat de gear is, wat dat de meta is, hoe dat alle verschillende mechanics werken en dat gaat eigenlijk een beetje zijn. Nu, de Pearless Moons, hoe dat je naar hier moet komen en de quest, daar ga ik het eigenlijk gewoon niet echt voor hebben nu. Waarom dat je de moons zou doen, dat is voor mij gezien twee redenen. Eén ervan, je bent zoals mij een collection log hunter en je wilt gewoon de collection log vullen. Mijn andere reden dat je kan bedenken is, je bent een mid-level player en die armors zijn best nog wel goed in hun eigen unieke way. Het is nergens de meta ofzo, maar het is zeker geen slechte gear. Dus dat is de reden waarom dat ik Pearless Moons persoonlijk zou doen. Nu, de loot van de gewone chests, dat is goed voor Ironmans bijvoorbeeld, maar voor mains is dat straight up shit eigenlijk. Dus ik denk, als je denkt van ik ga Pearless Moons doen, want dat is goede money, dan moet ik jullie helaas teleurstellen. Maar voor de rest, zoals ik zeg, zijt je een Ironman, wilt je die gear, of zijt je zoals mij een collection log hunter, dan is dit iets waar dat je vroeg of laat eigenlijk op gaat stuiten. Nu, wat ik wel moet zeggen, nu al voor de Pearless Moons, voor ik alles eigenlijk een beetje heb uitgelegd, is de Pearless Moons chest drop rate, is als je alle drie de Pearless Moons bosses gekillt hebt, dan is de kans op een uniek 1 op 19. En je kunt ook geen duplicates krijgen, zoals je ziet in mijn inventory, ik heb nergens, in mijn collection log, ik heb nergens meer dan één van. Nu, dat is zo totdat je een set gecompleet hebt en dan kun je wel dupes krijgen. Maar om dat dan te kunnen outsmarten, zogezegd, is eigenlijk gewoon door die boss te skippen. Zoals je hier ziet, ik heb drie van die Eclipse items al. Ik moet enkel de chestplate nog hebben. Als ik de chestplate zou krijgen, dan skip ik gewoon de Eclipse Moon boss en doe ik de andere twee, snap je? Dus zo outsmart je dat je duplicates eigenlijk kunt krijgen. Nu, voor de rest gaan we een keer kijken naar de gear en naar de meta. Geen dat ik draag is full Torva. Dat kan bandos zijn, dat is te zien hoeveel geld dat je hebt. Dit gaat ook een meta gear, meta guide zijn. Dus mensen dat low level Iron Man zijn of niet een meta gear hebben, je kunt alles replacen. Ik zeg het, dit zijn eigenlijk medium level bosses. Dat eigenlijk medium level, ik denk dat je zeker als je 70-80 combat zit en je hebt een Whipkin of zo, of een Leafbladed Battleaxe, dat je dit ook allemaal kunt doen. Maar dit is eigenlijk een strikt meta guide, dus dit is ook gewoon de meta gear. Dus zoals ik zei, we hebben full Torva, we hebben die nieuwe Amulet of Rancor, we hebben een Max Infernal Cape, we hebben een Radas Blessing 4, we hebben een Scythe of Witcher, we hebben de Primordial Boots, we hebben de Ferocious Gloves en we pakken de Lightbearer. Nu, waarom pak ik een Lightbearer mee? Omdat alle drie de bosses zijn eigenlijk verschillende stijlen dat je moet doen. Zoals de Eclipse Moon is weak to stab, de Blue Moon is weak to crush en de Blue Moon is weak to slash. Dus anders moet ik weer drie verschillende ringen meepakken. En ja, dat ga ik gewoon niet doen. Ik pak een Lightbearer, zodat mijn special bar heel snel recharged, zodat ik gewoon terug mijn class packs kan doen. Nu, voor de rest pak ik Klaas mee als special wapen. Ik pak een rapier en een defender mee, want een van de moons is weak to stab. Voor de rest pak ik nog een eldermol mee. Dat is een heel goed wapen en dat ga ik jullie straks laten zien waarom. Voor de rest pak ik een teleport uit, want anders moet ik te veel lopen en we zijn lui, dat doen we niet. En voor de rest pak ik nog een pestle en mortar mee en een big fish net. Dat ga ik straks ook laten zien waarom. Nu, dat was de gear. Nu, voor de rest ga ik een keer sippen naar mijn stamina potion en we gaan eigenlijk gewoon de weg maken naar hoe dat we supplies maken, want ik weet niet. Oh, hier is ze, voilà. We hebben een genie op de beste skill in de game, cooking natuurlijk. En voor de rest gaan we nu onze weg maken naar de supply dinges. Nu, hetgeen dat uniek is aan de Moons of Peril is, je moet niks van je eigen supplies gebruiken. Food en potions, dat kun je gewoon hier gatheren. Dus als je naar binnen komt, is het naar rechts van boven. Zeg het, ik pak gewoon, ik heb een stamina gestipt, gewoon omdat dit wel even, het is van hier volledig tot hier. En anders is mijn running leeg, ik kan daar wel thee drinken zoals ik jullie straks zal laten zien, maar ik pak daarom even gewoon een stamina mee. Dus voor de rest zijn we er nu. Voor de rest de requirements voor die prep, like als we gaan vissen en we gaan herbloren en we gaan hunteren.
Dus hier, Hunter, kunnen we gewoon deze Moonlight Grubs pakken. Daarom hebben we onze Pestle en Mort daarbij. We moeten die dingen crunchen. Voor de rest pak ik hier twee keer een potion uit. En we usen die potions. En dat zijn nu Moonlight Potions. Nu, die Moonlight Potions, dat zijn eigenlijk een Prayer Potion en een Super Combat Potion in één. Nu, het minste Herblore level dat je nodig hebt voor die Moonlight Potions zijn 38 Herblore. En de effecten en de boosts van die Moonlight Potions, dat is depending. Allee, hoe hoger je Herblore level, hoe beter de effecten van die dingen. Hoe langer dat je een boost doet, of hoe meer prayer dat hield en zo, snapte, dat is het eigenlijk. Dus dat is nummer 1, dat zijn de potions. Nummer 2 zijn hier de vissen dat we moeten doen. En hetgeen dat we vissen zijn de breams, noemt dat eigenlijk. Voor de rest, je vist daar ook gewoon 2 elke keer van. Je hebt letterlijk maar 30 cooking nodig om die dingen te vangen. En je zult ze ook nooit verbranden. Dus dat zijn eigenlijk heel lage requirements. Voor gratis food, dat best wel wat hield. Die dingen hielen tussen de 20 en 30. Ik ben niet volledig sure, maar die hielen best wel veel. Dus zoals je ziet, ik ben hier nog maar even aan het vissen. En ik heb hier al een heel inventory vol vissen. Voor de rest gaan we koken op die stoof. En wat ook heel uniek is, is dat je ook 2 vissen at once kookt. Dat is ook depending op je cooking level. Maar weer al, dit is de max guide. Ik ben maxed. Ik ben 99 cooking. Dus ik kook altijd 2 vissen op 1. Dus dat is heel snel. Nu, voor de rest, na elke Pearless Moon en ook in het begin, zoals je ziet, gaat er hier een stoof zijn. En je kunt ook Make Koopa doen. Hetgeen dat die Make Koopa doet, is eigenlijk gewoon, dat restoort je run energy. Dus dat is hetgeen dat je nodig hebt. Nu, voor de rest gaan we beginnen met de Eclipse Moon. Nu moet je weten, qua prayer, het is altijd het simpel. Je quick prayer moet gewoon op Piety staan. Want die dingen, die hitten totaal niet veel. Nu, voor de rest, ga ik een keer gewoon sippen. Zoals je ziet, al mijn dingen zijn gesupercombat. En we gaan naar binnen, we zetten onze prayer aan. En je kunt beginnen met een... elke Pearless Moon dingen heeft 2 unieke mechanics. Voor de rest is het gewoon brain dead hitten. Maar dit is een van de dingen van de Eclipse. Dat is een bal. Nu, voor de rest, ik heb die hoeken gecornerd. Getilemarked. Zoals je ziet, waarom dat ik dat eigenlijk gedaan heb, is gewoon voor het feit van, dan weet ik waar dat die bal specifiek loopt en waar dat die bal ook stopt. En dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Dus dat was nummer 1 van de mechanic van die Eclipse al. Voor de rest is de tweede mechanic eigenlijk gewoon, dat is, die teleporteert je naar het midden. We pakken onze Elder Maul en die gaat eigenlijk gewoon constant teleporteren. Nu, waarom is het zo belangrijk dat je hier een Elder Maul voor bezig hebt? Normaal, een Elder Maul, dat is een heel traag weapon om te hitten. Maar door een of andere reden, mechanic-wise, kun je constant hitten van de ene naar de andere moons. Dus je skipt eigenlijk de wachttijd dat die Pearless Moon, dat die Eclipse eigenlijk gewoon duurt. Nu, voor de rest, die Eclipse Moon is eigenlijk de enige reden waarom dat we die Rapier en die Defender hebben. Vergeet die zeker niet op step te zetten, want dat ding zou weak to step zijn. En voor de rest, de Elder Maul voor die face die ik net heb laten zien, dat die zo teleporteert. En dat was eigenlijk gewoon al de eerste boss, zo simpel is het eigenlijk. Nu, de tweede boss is eigenlijk de Ice Moon boss, die eigenlijk weak is to crush. Nu, als je een Sides of Virtue hebt, zoals mij, op de wiki staat dat weak is to crush. Ik laat hem op slash staan, want ik zie niet echt het verschil. Nu, zoals alle andere, alle drie de bosses, zoals je ziet, is dat weer een mechanic. Deze mechanic is gewoon eigenlijk het feit dat je die 2 braziers hier op de uiteinde moet lighten en dan healt hij niet. Nu, als je maxed bent zoals mij, dan keert je niet om dat beetje dat hij eigenlijk hield. Dus we zijn gewoon lui en we wachten eigenlijk gewoon in het midden. Deze feest duurt 30 seconden en duurde eigenlijk wel heel lang. Voor de rest kunnen meestal 3 hits met je side doen. En dan replace dat de sterke. Dus dat is... Voor de rest, ik ga niet hitten nu, want ik ga jullie de laatste mechanic laten zien. Ah, chance dat dat 0 was. De laatste mechanic, dan doet hij uw wapen eigenlijk in een ijsblok.
En je moet kijken naar waar dat wapen vliegt. Nu voor de rest, hier moet een beetje tricky mee zijn. Je moet eigenlijk gewoon schoppen op die ijzerblok, zodat die breekt. Nu, als je een beetje timing hebt, kun je altijd twee hits doen voordat er ijs komt. Nu, als je niet op tijd weg zit van dat ijs, gaat dat je damage. Als je ook niet normaal, wat ik nog nooit meegemaakt heb, is als je niet op tijd bent om je wapen uit die ice te krijgen, dan gaat dat je damage doen 10 tot 15. Nu, voor de rest, dat was de mechanic van een tweede bos al. Voor de rest, hier hebben we weer, zoals je ziet, na elke Eclipse boss hebben we een Cuppa T, dus daar restort ons running weer. En nu gaan we eigenlijk al naar de laatste boss, zo snel is het al. De laatste boss is de Blood Moon boss en dat heeft ook weer verschillende mechanics dat ik jullie ook gewoon weer ga laten zien. Dus we klikken op statue, we gaan naar binnen. Deze boss is trouwens weak to slash, dus we gaan gewoon beginnen. Ah, we beginnen hier al direct met een mechanic. Dit is de gemakkelijkste mechanic dat er is, ik noem dat Raining Blood. Het enige dat dat doet is gewoon bloed regenen en als je op die bloeddingen staat of die spawnen op u, dan doet dat een beetje damage. Deze fase duurt meestal 10 seconden, dus dat is een hele snelle fase. Voor de rest claws packen we weer, we hitten slash met onze sides en we kunnen 3 hits doen meestal en dan gaat dat sterke veranderen. Dit is hit 2, ah nee, we kunnen maar 2 hits doen blijkbaar. We hebben nog een class pack dat we gaan doen. En dit is de andere fase dat dat is. Dat zijn die Blood Jaguars. Nu dat die Jaguars werken is eigenlijk gewoon je hit die Jaguar en dat hield u. Voor de rest, je moet die hitten als die boss die, dat Blood hier spawnt. Zodat je zo, als je dat verkeerd doet, die, dan gaat die healen. Dus je moet eigenlijk gewoon, dat is een beetje timing. Je hit op die Jaguar, dat Blood spawnt. Nu gaat hij dat terug doen, Blood spawnt en terug. Dat was de tweede en eigenlijk laatste mechanic al. Voor de rest finishen we gewoon de boss. En ja, dat was eigenlijk de Moons of Peril. Voor de rest ga ik jullie nu nog laten zien waar dat je de chest kunt looten. En ook laten zien waar dat je uitkomt. Je gaat eigenlijk uitkomen waar dat we supplies hebben gemaakt. Dus dat is eigenlijk een heel gemakkelijk rondje dat je kunt volgen. De supplies zijn zoals je ziet, wat ik al uitgelegd heb, gewoon gratis. Dus dat is heel nice eigenlijk. Voor de rest, we zijn nu bij de Lunar Chest. En laat ons kijken of dat we lucky zijn door een item te kunnen krijgen. We zijn helaas niet lucky om een item te krijgen. Maar voor de rest, zoals je ziet, we krijgen hier wat blessed bone shards dat geen hol waard zijn. Juicy, dat is nog iets super compost, wat low level herbs en zo. Dus voor de regular loot moet je hier echt niet naartoe komen. Voor de rest, als... Oh, wacht, ik heb... Maar ik ben een idioot, ik heb in mijn inventory gepakt. Instead of naar mijn bank, want je kunt ook naar je bank sturen. Nu, voor de rest gaat je gewoon naar hier buiten. En zoals je ziet zijn we nu terug bij die supply area waar ik in het begin was. Dus hetgeen dat ik dan altijd doe is rechtermuisklik, make Cuppa T. Mijn energy is terug gerestored. En nu kan ik eigenlijk terug beginnen met mijn rondje van Eclipse naar Blue Moon, naar de Blood Moon. Dus ik zeg het, dit was het eigenlijk een beetje. Ik hoop dat deze guide jullie heeft geholpen om een beetje meer in-depth knowledge te krijgen over de Moons of Peril. Nu, ik hoop dat jullie dat enjoyed hebben, deze guide. Als er nog vragen zijn of commentaar, zet ze zeker in de comments hieronder. Ik zal altijd mijn best doen om het te beantwoorden. En voor de rest, vergeet zeker de video niet te liken en te subscriben op mijn kanaal als je nieuw bent. Nu, voor de rest... is het enige dat ik nog wil doen, jullie bedanken om tijd te nemen, om toch 15 minuten van jullie tijd hier te kijken naar deze guide. Ik hoop dat het jullie geholpen heeft. En voor de rest zie ik jullie graag een keer in mijn Twitch stream of gewoon in de volgende YouTube guide. Ik dank jullie allemaal om te kijken en ik zie jullie graag in Twitch of een keer in de volgende guide. Tot de volgende boys. Salukes. Yo.